Like deze video voor een gelukkig nieuwjaar. Nee, maar serieus. Iedereen een gelukkig nieuwjaar gewenst. En ik heb het afgelopen jaar heel veel video's gemaakt. En dat betekent heel veel Roblox. En in deze video gaan we een aantal van die Roblox avonturen zien. Ook zijn er 6 geheime woorden verstopt in de video. Kan jij ze vinden? Let's go. Ik ben een baby. Ben ik een hellbaby, een snelle baby, een vieze baby, een gemene baby of een atleet? Dan kan ik sporten. Ik ben een snelle baby. Oh, daarvoor moet ik betalen. 449 Robux. Ach ja, vooruit. Het is de eerste keer dat ik dit speel. Een snelle baby. Dus dit ben ik. Ik ben zo schattig. Maar ben ik snel? Nou, op zich, voor iets wat een luier draagt, best wel. Alleen deze outfit, dat kan beter. Wat is dit? Oh my gosh, ik ben een imposter. Ik ben niet te vertrouwen. Dus wat kan ik hier doen? Er zijn zelfs Squid Game outfits. Dokter, zet me neer. Ik wil me omkleden. Accepteer de privacy van mijn baby. Oh nee, de dokter neemt me mee. Dit is de eerste keer dat ik het spel speel. De speeltuin. Oh, ik zit op haar hoofd. Mevrouw, ik moet plassen. Misschien is dit niet de plek waar je me wil hebben nu. Het is al te laat. Ze heeft ons naar de speeltuin gebracht. Eigenlijk is ze een soort van taxi. Maar wacht eens even. We gaan van de glijbaan. Ja! Auw! Mijn babybil. Oh my gosh. Er is een baby-ingang. Dat is amazing. Niemand kan me hier vinden. Oh. Iedereen kan me hier vinden. De Squid Game outfit. Wacht, wat? 999 Robux? Maar hé, hey, dit is zo schattig. En als een andere baby mij nu knijpt, hoor je pop. Ik wil niet dat baby's mij knijpen. We hebben natuurlijk ook iets nodig om in te rijden. Het vliegtuig. Oh, kijk me gaan. Waarom kijk ik zo verdrietig? Kunnen we hier doorheen? Babydeurtjes is het schattigste wat er bestaat. Oh my gosh. Dit is mega. En het is helemaal van mij alleen. En van de andere 500 baby's die dit spelen. Maar voor nu is het voor mij alleen. Oh, dit is spannend. Je moet je voorstellen dat als je zo klein bent, dat alles er groot uitziet. Voor ons is dit gewoon een springkasteel. Maar voor een baby is dit de grootste missie ter wereld. 3, 2, 1. Nice! Oh, kijk, we hebben hier een meisje. Misschien wilt hij vrienden worden. Oh my gosh, het meisje wordt meegenomen door een imposter. Imposter, meneer, jongeman. Waarom neem je me mee? Ik werd net door iemand naar een speeltuin gebracht. Misschien nu nog een keer. Oh, wacht. Hij brengt ons naar bed. Oh nee, toch niet. Oh, hij heeft zelf het kostuum aangetrokken wat ik draag. Waar gaan we nu heen? Hij geeft me te eten. Hey, dat is nice, want ik ben een baby en ik hou van eten en... Ja, ik spreek geen babytaal. Oh nee. Nee, ik wil niet naar de wc. Ik vind de wc eng. Ik weet niet wat erin zit. Oh, we gaan weer naar de speeltuin. Wacht eens even. Hij gaat er zelf gewoon vandoor in een raket. Nou, prima. Ik red me wel. Oh nee, het is een achtervolging. Hij zit achter me aan. Laat me wat rust. Laat me wat rust. Ik word achterna gezeten door een kleuter in een raket. En hij heeft me te pakken. Wat is dit? Wauw. Dit ziet eruit als een kledingwinkel voor baby's. Oh, ik mag zelf kiezen wat ik wil. Ik wil deze. Ik wil deze hebben. 250. Ach ja, vooruit. Wow, dit ziet er nice uit. Ik lijk een vakantiebaby. Je weet wel, een baby die je tegenkomt. Op vakantie. Oh, een zandkasteel. Kunnen we die slopen? Nee. Maar we kunnen ons er wel in verstoppen. Oké, dit is de plek waar ik de volgende keer zit als iemand probeert om me mee te nemen. Oh, maar wacht eens even. Wij hebben ook een raket. En we zijn mega snel. Ah, wacht, ik zie het nu pas. Onze luier is vies. We moeten in bad. En we zijn ziek. Dat is de reden dat we verdrietig zijn. Toevallig is hier het ziekenhuis. Weet je wat? We gaan hier gewoon naar binnen, want de deur is open. En dan is er vast wel iemand die aardig is. Hallo, meneer. Oh, ben jij aardig? Waar gaan we heen? Hij heeft een Squid Game kostuum aan. Oeh, wacht. Hij neemt ons mee naar het ziekenhuis. Hé, dit is een goed teken. We worden neergelegd. En hij verbindt onze arm en been, waar een rammetje zit. Misschien omdat we de snelste baby ter wereld zijn. Yes, het is gelukt. Oké, waar gaan we nu heen? We zijn in de speelzaal. Is het de badkamer? Ja, het is de badkamer. Oh nee, eeuw. Eeuw. Nice, we zijn schoon. Dus onze luier is verschoond. Nu moeten we alleen nog in bad. In een bad met water. En badeenden, want we zijn een baby. En we willen ergens mee kunnen spelen. Oké, waar gaan we heen? Oh, we gaan naar school. Hey, dude, er is een speeltuin. Er is een springkasteel. Er is een zwembad. En ik moet hier naar school. Ah, hij heeft wel een boek vast. Oké, hij is wel een coole dude. En waarom heeft hij een kerstmuts? Hij heeft een Squid Game tasje, een Squid Game pak en een kerstmuts. Als deze guy niet de grootste swag heeft, als dat woord überhaupt nog wordt gebruikt, dan weet ik het ook niet meer. Wat zijn we aan het doen? Hij zet ons neer bij een plant. Alleen we moeten nog steeds in bad. Zet mij in een badwater, mensfiguur. Als je dat niet doet. Oh, wat heeft hij nou? Gaan we kwallen vissen? Gewoon. Oh, hij heeft me laten vallen. Ik ga er vandoor. Ik ga er vandoor. Nee, weg, weg, weg. Mensfiguur met blauw haar is sneller dan ik dacht. Dit is ook wel een oneerlijke match. Deze gast ook. Ik ga er. Oh, wacht. Mag ik hier spelen? Ja, ik mag hier spelen. Oh, dat is leuk. Plantjes. Gucci, Gaga, natuur, ruiken, lavendel, weet ik veel. Oh, nou dat was een kort speelkwartier. Volgens mijn berekeningen, dat was 5 seconden. Nou, hij zet me gelukkig weer neer. Ik wil eigenlijk een nieuwe outfit. Oh, we hebben een nieuwe. We zijn een babykat. Oké, waar is die dude? Oh my gosh. De dude is verdwenen. We staan er weer alleen voor. Op zich, ik ben wel blij. Hij heeft mijn luier verschoond dus. Ik heb niks te klagen. En wat is dit? We hebben een bordje gevonden met 100 erop. Als iemand ons nu vraagt, hey, hoeveel honger heb je? 100. Oké, we gaan weer naar beneden toe. Want we moeten nog steeds in bad. En we zijn volgens mij ook nog steeds ziek. Hallo, is er iemand die mij wil helpen? Ik ben een katbaby. Ik zie hier iemand. Hallo mevrouw, wil je mij helpen? Doe die andere baby maar weg, ik ben veel leuker. Oh, je hebt hetzelfde kostuum als mij. Dat is zo... Ah, je bent een naaper. Ik wist niet dat het zo erg was in dit spel. Hey, waarom ga je weg als ik tegen je praat? Neem je mij niet serieus? Mevrouw die zagrijnig kijkt. Wil jij mij verschonen? Ik stink. Wat doe je nou? Waarom doe je alsof ik in de Lion King zit en zo omhoog getild moet worden? Oh nee, waar gaan we heen? Ik wil naar een leuke plek, mevrouw. Een speeltuin. Een kapper. Ook al heb ik nog helemaal geen haar, maakt niet uit. Ik wil... Wat is dit? Oh nee. Oh, we gaan eten. Nou ja, op zich. Ik ben een baby, weet je. Ik vind eten leuk. Dat is waarschijnlijk een van de weinige dingen die ik kan en wil. Nou ja, ik zit hier. Ik word gevoerd door deze mevrouw. En nu word ik meegenomen door deze mevrouw. Ik zit op haar hoofd. Oké, waar gaan we heen? Oh, de speelhoek. Dankjewel, zagreinige mevrouw. Wil je me neerzetten? Ik kan niet spelen als ik in je armen lig. Oh, nee. Oké, ik ga gewoon weer huilen, hoor. Ik ga gewoon huilen als je me weghaalt daar. Dat was mijn plek, mevrouw. Dat was mijn habitat. Ik voelde me daar thuis tussen alle andere baby's. Oh, ik ontsnap. Ze heeft het niet door... Ze pakt letterlijk een andere baby. Ik voel me nu niet meer speciaal. Ik ben samen met mijn beste vriend. Hé, nee! Waarom neem je nou mijn mattie weg? Nou ja, ik ga hier wel een potje zitten huilen. Kunnen met deze... Oh, ik word de hele tijd door deze mevrouw meegenomen. Hè? Oh, we gaan slapen. Ja. Leg me neer. Ja, dankjewel. Het was een lange dag. Hè? We zijn naar de speeltuin geweest. We hebben kleding gekocht. We zijn achterna gezeten, waar ik nu waarschijnlijk nachtmerries door ga krijgen. Maar het was een mooie dag. Mevrouw, ik heb een halve minuut geslapen. Wat? Dit is niet verantwoord. Ik ben een baby, ik moet nog groeien. Oh, nu ga ik erop loshuilen, vriend. Nu ga ik er echt op loshuilen. Meh. Meh. Oh, wacht, wat ga je doen? Oh, je gaat me schoonmaken. Eindelijk. In bad. Ik heb nog steeds een blok in mijn handen trouwens. Die heb ik niet meer nodig. Kan ik ook iets anders doen trouwens? Oh, ik kan een boek lezen. En ik kan zelfs slapen. Wil je bij de familie van Chocoladepunt horen? Ja, natuurlijk wil ik dat. Is deze dame Chocoladepunt? Dat is de coolste naam ooit. En ik word weer verschoond. Jee, geen poepie pappie meer. Hé, er wordt een andere baby naast me neergezet. Oké, dit is mijn moment om te ontsnappen. Ze is nu met een andere baby bezig. Ach. Oh, jongens, ik ben een baby, man. Ik ben geen koopzegel. Alsof je een volle spaarkaart moet hebben. Laat me gewoon even met rust. Pff, wat doen we hier? Oh, serieus? Je bent een bakje koffie voor jezelf aan het zetten, terwijl ik hier ook ben? Ik ben trouwens wel weer beter, trouwens. Ik ben... er is niks meer met me. Ik heb alleen een beetje dorst en honger, maar ja... Baby's. Oh, we zijn aan het drinken. Nice, we hebben een flesje gekregen. Ah, nu hebben we zo meteen geen dorst meer waarschijnlijk. Je moet dat flesje wel bij mijn mond houden, mevrouw. Nice, we hebben nu alleen nog maar... Volgens mij is dat honger en we krijgen nu te eten. Dus zometeen zijn we de blijste baby ter wereld. En dan, ja, weet ik niet. Ik ga waarschijnlijk poepie-papie doen. Ik bedoel, ik ben de baby, hè. Poepie-papie is the way to go. Yes, alles is groen. Oh, we zijn supergoed verzorgd door deze lieve zuster. Die kijkt alsof ze me ieder moment kan weggooien. Yes, oh yeah. Ik ga er vandoor, ik ga er vandoor. Oh, ik ga weg. Nee, ze komt achter me aan. Nee. Laat me met rust. Je ziet me niet. Oh, ik heb om de tuin geleid en ze heeft me. Jongens, ik vind het niet leuk, man. Ik wil gewoon een vrije baby. Waarom zwem ik? Baby zwemmen dit. Oké, ze wil dat ik hier blijf. Dat is goed. Ga ik wel een beetje spelen zo. Oh, fidget spinner, dat is leuk. Oh, dat vind ik superleuk. Oh, genieten, jongens. Kijk, dat is het mooie aan het zijn van een baby. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Heb je ooit een baby horen zeggen? Oh man, ik denk dat we beter niet naar huis kunnen gaan nu, want er is file. Nee, wat is een baby? Een baby heeft geen zorgen. Oh, wat is dit? Het is Nessie. Nou, ik ben eigenlijk best wel blij. Weet je, lekker zorgeloos een beetje hier rondlopen. Een hamer? 200 Robux. Ja, natuurlijk, man. Kom nou. Echt geld uitgeven voor virtueel speelgoed? Echt, natuurlijk. Oké, dus we hebben nu een hamer. Kom hier, Poppet Fidget Baby. Ja, misschien moet ik andere dingen gaan doen. We hebben zelfs een politieschild. Ja, man, dat is echt zeker. Ja, ik heb zo vaak een baby horen zeggen. Gucci Gaga, ik wil een politieschild. Dus dit is nice. Wat hebben we nog meer? Een paintballgeweer. Iets in mij zegt dat dit geen babyspeelgoed is. Weet je wat? We gaan er vandoor. Niemand houdt ons in de gaten. Ah, nee. Ik ben weer opgepakt. Mevrouw, luister. Ik weet niet waar we heen gaan. Hé, er is een tweeling op de trap. Ik weet niet waar we heen gaan, maar ik ben het er niet mee eens. Mevrouw, zet me neer. Oh. Wauw, was het zo makkelijk? Oké, ik wil een andere outfit. De vraag is alleen welke. Oh, hier is een gratis outfit. Oké, hoe ziet hij eruit? Oh, dat is zo schattig. We zijn een pauw. Je weet wel, zo'n ding met veren. Oké, we moeten voorzichtig zijn, want ze lopen overal. Kijk, daar is er eentje. Die heeft al een baby. Oké, ja, daar is de uitgang. Niemand heeft het door dat ik ontsnap. Ik zal de wereld... Oh, ik ben geloof ik een beetje misselijk. We gaan hier weer omhoog. Eigenlijk vind ik dat ik hier een andere outfit voor nodig heb. Maar ze zijn allemaal zo duur. 200 Robux. 200 Robux. Oké. Ah, vooruit. Nou ja, zie ik er cool uit? Oh my gosh. Ik schaam me. Ook al ben ik een baby en heb ik niet het vermogen om te beseffen wat schaamte is. Ik schaam me. De hele tijd liep ik weg voor verzorgers. Nu heb ik ze nodig en zijn ze er niet. Oké, daar is een volwassene. Kun jij mij helpen, meneer? Ik word genegeerd. Hallo mevrouw, ik ben een hype baby. Baby, hallo, kun je mij helpen? Ik heb mijn vieze luier. Pak mij op en verschoon mij. Dat is een bevel. Ja, goed zo. Oké, waar gaan we heen? Naar de keuken. Dat is inderdaad de plek waar we moeten zijn. Yes, chocomel. Nice. Oké, zometeen hebben we geen dorst meer. Ik wil deze video alleen afsluiten als we helemaal blij zijn. En dat zijn we, want we hebben nu ineens geen dorst meer. Alleen nu moeten we nog... We hebben honger. Oké, we krijgen nu een schone luier waarschijnlijk. Oké. Ja. Oké. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oké, nu hebben we alleen nog een beetje honger. En we zijn een beetje vies. Dus we moeten in bad. En we moeten eten. Weet je wat? Als ik zo meteen helemaal happy ben, dan kopen we aan het einde van deze video kopen we nog één. Waarom zie ik hartjes? Hé, luister. Dit is geen liefde, hè? Dit is gewoon zakelijk. Weet je? Ik wil gewoon dat je me schoonmaakt, maar we hebben verder geen band. Laat dat duidelijk zijn. Ik heb alleen wel honger. Dus als je me even wat eten geeft, dan doe ik alsof. Naar de babykeuken. Check, hè? De hele rij is nu helemaal groen. Ja, alles is groen. Oké, mevrouw, nu mag je me laten vallen. Ik heb je niet meer nodig. Oké, we gaan naar buiten. En wat gaat ze doen? Ze zit op een scooter. En er komt ineens een andere baby voorbij rijden. Ik weet niet waarom. En we gaan er vandoor. Geen idee waar we heen gaan. Ik denk naar de speeltuin. Ik hoop van wel. We zijn in de speeltuin. Nee. Ze rijdt er langs. Oké, ja, sorry, in het echt werkt het natuurlijk niet, hè. Is dit haar huis? Zijn we geadopteerd? We zijn geadopteerd. Het is gelukt. Onze missie is behaald. We zijn officieel geadopteerd. Dit is onze Roblox moeder en ze is paars. Ja, ik ken haar nog niet echt, dus laten we het houden op paars. Oh, wat leuk. Oh, wat gaaf. Ik wil boven kijken. Ik wil boven... Hoe zit mijn slaapkamer eruit? Nee, ik wil... Oh, ja. Is nog beter. Nu hoef ik zelf niet te lopen. Oké, wat hebben we hier? Oh, dit is onze slaapkamer. Oh, wat nice. Ons leven als baby is... Oh, we zitten te slapen. Ons leven als baby is geslaagd. Kan ik niet stiekem gewoon? Kan ik huilen? Ah, ik kan huilen. Nice. Oké, nu ga ik heel snel er vandoor. Ik wil proberen te ontsnappen. Ik ben heel blij met je, mevrouw, maar ik heb het hier wel gezien. Oh, snel, 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 snel. Laat me met rust, laat me met rust, laat me met rust. Ik ga er vandoor. Oh, snel de trap af, snel de trap af, snel de trap af. Ontsnappen. Oh, daar komt ze, daar komt ze, daar komt ze. Ik ben buiten. Yes, ik ben ontsnapt. Oh, ze ziet me niet. Ze ziet me niet. Oh, nee, daar komt ze. Ik wil niet, laat me met rust. Ik weet dat je me geadopteerd hebt en dat je de volledige verantwoordelijkheid draagt, maar ik wil niet. Nee, nee, laat me met... Mevrouw, laat me met rust, hè, mevrouw. Oh. Oh, ze laat me. Nee, maar dat wil ik niet. Ik wil niet... Oké, ja, nee, nu ga ik weer weg. Ik wil zeg maar wel irritant doen, maar als je dan ook echt eraan toegeeft, dan vind ik het niet meer leuk. We zijn gepakt. Oh, ik ben weer weg. Zo, we zijn ontsnapt aan de mevrouw. Alleen ik mis haar. Waar is ze, waar is ze, waar is ze? Volgens mij weet ik nog waar ze woont. Oh, ze heeft een andere baby. Maar ik ben toch jouw baby? Mevrouw, wacht. Ik ben jouw baby toch? Of niet? Ben ik je baby nog? Alsjeblieft. Ik ben jouw echte baby. Je hebt mij geadopteerd. Je kunt nu niet overschakelen naar puppy baby. Het is ha, ze heeft me weer. Lekker voor je puppy. Ik ben leuker. Sorry, baby's kunnen dingen heel serieus nemen. We gaan weer terug naar huis. Ik ben blij. Dit was oprecht best wel grappig. Ik bedoel, ik ben geadopteerd in Roblox. Ja, wat vind je op de Noordpool? Oké, we moeten het langste antwoord geven, want dan winnen we. De Noordpool, daar vind je sneeuw. Ja, sneeuw is niet echt lang, maar het is wel het eerste woord wat in me opkomt. Dus we gaan voor sneeuw. Wat is iets waar je op kunt zitten? Ja, een stoel. Maar dat is ook weer niet zo'n lang woord. Een zitzak? Nee, weet je, ik ga gewoon alsnog voor stoel. Dat is het eerste wat in me opkwam. En dat meisje naast me staat ongeveer even hoog als mij. Noem een dag in de week. Oké, de langste dag in de week is denk ik woensdag. Ik denk dat dat goed is. Tenminste in het Engels dan. Welke sport speel je meestal in een team? Oké, ik denk basketbal. En dat is een vrij lang woord, toch? Oeh, oké, dat is goed. We gingen een stuk omhoog. We staan nu ongeveer hetzelfde als dat meisje naast ons. Je kunt trouwens ook vals spelen in dit spel. Maar dat wil ik de eerste keer dat ik het speel nog niet doen. Een object wat je in de badkamer vindt. Oeh, wacht. Ik denk een tandenborstel. Dat is niet goed. Oké, een douche dan. Oké, een douche is wel goed. Maar een tandenborstel ligt er ook in de badkamer. Noem iets wat je op de weg vindt. Ja. Een auto. Maar dat is niet zo lang. Weet je, ik ga wel voor auto, want dan weet ik zeker dat het goed is. Oh nee, ze staat iets hoger dan ons. Nogmaals, hoe langer het antwoord dat je geeft, hoe beter het is. Oh nee, volgens mij zijn we af of niet. Noem een dier wat begint met de letter B. Nou ja, een beer... Dat is niet zo'n goed woord. Oh nee, ik ben af. Maar we zijn tweede geworden. Oké, de tweede ronde. Welke sport speel je in een team? Laten we gaan voor baseball. En ik heb regenboogblokken. Die heb ik misschien net gehaald. Alleen zullen we deze ronde een beetje vals spelen. Wat we bijvoorbeeld kunnen doen is 10 blokken erbij halen. En die zijn dan gemaakt van Robux. En wat we zelfs kunnen doen zijn de blokken laten exploderen van de andere spelers. Oké, dat is echt heel gemeen. Dat zou eigenlijk niet moeten kunnen, toch? Want stel voor, ik doe dat nu nog een keer. Heb ik dan niet gewoon gewonnen omdat ze in het water vallen? Nee, dan staan ze weer helemaal beneden. En ik sta super hoog. Ik wil er een challenge van maken. Hoe hoog kunnen we onszelf naar boven krijgen door vals te spelen? Eigenlijk is het echt niet leuk om op deze manier iets te winnen. Maar ik doe dit voor de wetenschap. Ik ben serieus. Ik wil gewoon weten hoe dat zit in het spel. 3, 2, 1... Het is zo gemeen. Oh, laat maar. We hebben al gewonnen. Gewonnen. Oeh, we zijn nog maar met 1 iemand. Wat is iets wat je in je auto hebt? Water? Ik bedoel, dat is toch best handig om bij je te hebben. Een maand in het jaar. Oeh, de langste maand is denk ik februari. Die andere persoon staat nog vrij laag. Op welke plek vind je een lift? Ik denk in een hotel, toch? Of niet? Ja, dat is een goed woord. Oeh, maar die persoon naast mij die heeft er ook eentje. Wat is het allerlangste woord wat jij kan bedenken? Laat het in de comments achter. Nee, we spelen niet vals deze ronde. Wat doet een hond? Nou ja, blaffen. Ik bedoel, het is heel makkelijk. En poepjes laten eigenlijk ook. Oh, we hebben gewonnen! En deze keer eerlijk. En we zijn lekker aan het dansen. Oké, we zijn nu met wat meer mensen. Noem een dier wat begint met de letter B. Ik had net beer, maar wat als we nou bever doen? Oeh, dat is beter. Het water komt weer omhoog. Noem iets wat je op de weg vindt. Alweer? Misschien een ambulance? Oeh, dat is goed. En dat is echt een lang woord. Noem iets wat je doet als je thuis komt van school. Eten misschien? Ach, dat is ook maar 3 letters, joh. En het water komt weer omhoog. Elke letter van het woord dat je dus schrijft is 1 blokje omhoog. Noem een kleur van de regenboog. Oké, laten we gaan voor geel. Dat is ook een vrij lang woord. Oeh, dat meisje naast ons doet het ook goed. Maar we kunnen dit winnen. Het water komt weer omhoog. Wat is iets dat je kunt gebruiken om mee te tekenen? Ik denk een potlood? Ja, dat is goed. Oh, die jongen die zit in het water en is af. Dus we hebben nog maar 1 iemand naast ons. Wat doen mensen als ze kijken naar vuurwerk? Je bedoelt zeker met oud en nieuw. Ja, ik denk dat ze elkaar dan een knuffel geven bijvoorbeeld. Is dat goed? Oh, dat is goed. Oh, dat meisje gaat denk ik af nu. Hebben we dan eindelijk eerlijk gewonnen? Ja, we hebben eerlijk gewonnen. Noem iets wat je kan eten in de comments. Langste antwoord wint. Wat schud je voordat je het gebruikt? Oeh, een milkshake misschien? Ik bedoel, het woord zegt het al. Milkshake. Dat is niet goed. Wacht, haarspray misschien. Oeh, dat is een lang woord. Oh, maar nu is dat meisje wel af. Noem iets wat je buiten kunt doen. Voetbal, denk ik. Dat was goed. Die 2 mensen naast ons, die hebben nog niet zoveel planken. Oh, snap. En daarom is 1 van de spelers af. Wat vind je in iemand zijn rugtas? Een boek misschien? Is dat goed? Ja, als die persoon nu niet snel met een woord komt, gaat hij af, denk ik. Oh, dat is wat ik bedoel. Dus we hebben weer gewonnen. Oké, er zijn nu meer mensen. Noem een ijssmaak. Oeh, we gaan sowieso voor chocolade. Dat is een lang woord. Vanille had ook gekund. Noem een ijssmaak in de comments. Oeh, dat meisje daar heeft superveel planken gekregen. Noem iets wat je op een hamburger doet. Wat dacht je van augurken? Dat meisje daar heeft al 16 keer gewonnen. Superveel planken. Ik ben een beetje bang voor haar. Noem iets wat je buiten kunt doen. Basketbal dan? Ja, oké. Oké, we staan nu bovenaan, dus we zijn goed bezig. Noem een dier dat super langzaam is. Ja, een slak waarschijnlijk. We staan letterlijk gelijk. Of nou ja, iets lager dan dat meisje naast ons. Het water komt eraan. Noem iets wat je op school kunt leren. We gaan voor geschiedenis. Dat is op zich een best wel lang woord, toch? Oh, ik ben nu echt zenuwachtig. Noem een rendier van de kerstman. Oh, dat is een makkie. Dat is natuurlijk Rudolf. Kijk, volgens mij gaan we dit winnen. Nogmaals, hoe langer het antwoord, hoe meer planken naar boven, hoe groter de kans is dat het water je niet raakt. Noem iets wat mensen doen tijdens het vuurwerk. Misschien eten van je oliebol. Volgens mij gaan we dit echt winnen. We hebben op het nippertje gewonnen. Let's go! Wat is een ander woord voor afval? Volgens mij is dat trash. Is dat goed? Dat is goed. Noem een karakter wat speelt in de Frozen film. Dat is Anna, Elsa, Olaf. Dus ik denk dat ik dan voor Elsa ga. Oké, we staan nu bovenaan met 2 anderen. Noem iets wat je op de weg vindt. Nou ja, we weten dat ambulance goed was en dat is een lang woord. Noem iets wat je kunt beklimmen. Oké, we kunnen gaan voor een ladder. We kunnen gaan voor een berg. Mountain. Dat is een lang woord. Oké. Ik denk dat de meeste mensen ladder zouden zeggen. Dat is een soort van het eerste wat er in je opkomt. Oké, het water komt eraan. Noem een naam van een Disney-prinses. Cinderella is er 1. En dat is ook gelijk een hoge. Of tenminste, we gaan hoger omdat het een lang woord is. Noem iets wat bestaat uit 2 delen. Dat was een schaar en dat is een goed woord. Oh man, volgens mij gaan we winnen. Oh, daar komt het water weer. Noem iets wat je in het park doet. Baseball. Het is wel een beetje soort van oneerlijk dat je op een gegeven moment antwoorden onthoudt van rondes ervoor. Het water komt eraan en dat meisje gaat denk ik af nu. Ja, en die jongen ook. Oeh, er is maar 1 iemand nog. Wanneer doen kinderen hun ogen dicht? Met hide and seek, verstoppertje. Is dat goed? Ja, dat is goed. Wauw, volgens mij hebben we gewonnen. Eerlijk gewonnen. Oh, snap, het water komt eraan. En die speler is af. We hebben inderdaad gewonnen. Vandaag spelen we verstoppertje arm versus rijk. En we beginnen arm. We mogen geen power-ups gebruiken, geen huisdieren en geen muntjes meenemen. Maar toch moeten we de beste verstopplek vinden. En laat me je dit zeggen, dat gaat lastig zijn. We kunnen onszelf overal verstoppen in dit gigantische klaslokaal. Ik ga hier naartoe. Hopsakee. En dan wil ik eigenlijk hier onder een boek gaan zitten. Oh. En dan kan ik een beetje nog gluren wat er in het klaslokaal gebeurt. Zo kan ik bijvoorbeeld zien wat er op het bord staat. Daar is de zoeker. Die is daar. Dit zijn alle pads die we kunnen kiezen. Dit zijn alle emotes die we kunnen kiezen. En dit zijn de power-ups. Oké, weet je wat? Ik wil het mezelf iets spannender maken. Ik ga gewoon steeds een nieuwe verstopplek nemen. En ik denk dat ik er al eentje heb. Al moet ik zeggen, dit is eigenlijk geen eens een verstopplek te noemen. Ik sta gewoon op de tafel. Oh, wacht even. Daar hebben wij letterlijk de zoeker. En die komt... Oh, die komt deze kant op, of niet? Oh nee, daar is ze, daar is ze, daar is ze. Snel. Oh, naar beneden vallen. Ben je serieus? We halen de muntjes erbij. We halen de duurste power-up. Oh man. En een pet? Nou, dan hebben we muntjes nodig. Het is namelijk Piggy. Oh man. En een emote? De robot. En dat betekent nog meer muntjes. Oh man. En je merkt het misschien al. Deze keer spelen we rijk verstoppertje. We hebben onze Piggy. En wij zijn de zoeker. En oh man, dat zijn een hoop muntjes en diamanten. Dus wat we nu moeten doen is in dit vliegtuig... Wacht eens even. Proberen om de verstoppers te vinden. En volgens mij hebben we er al één. Oh man, oh man. Wow. Oké, wacht even. Wat ik ondertussen probeer te doen is mijn power-up gebruiken. En daarvoor moet ik natuurlijk eerst in de buurt zijn van een verstopper. Misschien hier achter de roze rugtas? Oh, ze zijn goed verstopt. Oké, we gaan hier naar boven toe. Ah, kijk, daar is iemand. En check... Oh. We hebben hem al. Dat ging sneller dan ik dacht. En dat ding hebben wij net gespand. Alle spelers worden daar nu naartoe gezogen. Over valspelen gesproken. Oh, wacht. Hier is iemand. Oh, man. Kom hier, jij. Wij zijn de zoeker. En we hebben... jou. Oh, yes. We hebben hem. Maar volgens mij zag ik nog iemand. Misschien moeten we naar het gedeelte waar de piloot zit. Ik kan me zo voorstellen dat... Ben je serieus? Je zag net dat ik je vriend inmaakte. Waarom ben je hier? Oké, wacht even. Hij probeert te ontsnappen. Maar wij zijn sneller. Oké, wacht even. Ik kan me zo voorstellen dat spelers graag de piloot willen zijn. En ik zie het nu al. Dit meisje komt letterlijk op mij afgelopen. Wat doet ze nou? Oké, wacht even. En er was hier volgens mij nog iemand. We zijn zo goed bezig. Ik wil zo meteen natuurlijk ook de verstopper zijn. Oké, wacht. Oh, wat? Ik ben afgevuurd. Dat was niet mijn bedoeling. Op zich ook wel weer leuk. Oh, hier hebben we de wc. Echt? Zijn er mensen die zich daar verstoppen? Ik zou me daar verstoppen. Ja, waarschijnlijk zijn er dus mensen die zich daar verstoppen. Wacht even. Ik zie daar iemand. Oh my gosh, dat is zo'n slimme plek. Maar niet slim genoeg. Oké, we weten dus nu dat er een hoop mensen zijn die gewoon rondrennen. Maar dat er ook zeker mensen zijn die zich gewoon echt verstoppen. En dus op één vaste plek blijven. Kun je niet hierin? Dat is zo'n goede verstopplek. Job, je bent de zoeker. Je bent geen verstopper. Maar dat was wel echt een hele slimme verstopplek. Oh man. Wacht even, is hier iemand? Nee. Dan kunnen we lekker hier vanaf. Let's go. Oh, dat is zo leuk. Oh man, waar zijn we? We zijn letterlijk in het koffersgedeelte. Je zou toch wel zeggen dat daar iemand is met al deze vrije ruimte. Nou ja, tot nu toe heb ik nog niemand gezien. Wacht, misschien in de grote doos hier. Zou dat kunnen? Ook niet? Ik snap het niet. Waar zijn de spelers? We hebben er al meer dan de helft trouwens. Misschien als we via SpongeBob naar boven gaan. Oeh, dit is ook een goede plek of niet? Niemand? Ik moet eerlijk zeggen, de rest van de spelers zijn erg goed verstopt. Wacht, ik denk dat ik het al snap. Ja, dan kunnen we hier naar boven. Oh man, daar is iemand. Maar wacht eens even. Oh, kijk dan. We hebben onze power-up neergezet en nu worden ze meegezogen. Oké, rijk verstoppertje is misschien een beetje oneerlijk. We zitten letterlijk in een supermarkt. En wij moeten ons verstoppen. Oh man. Laat in de comments weten als jij je overal zou kunnen verstoppen. En je bent dus ook... super klein. Wat zou je dan kiezen? Kunnen we onszelf niet in een flesje cola stoppen of zo? Oh, wacht, hierachter. Nee, wacht, dat kan beter. We gaan naar de fruit toe. Oké, daar gaan we. Naar boven toe en... ja, hier val ik een beetje te veel op. We moeten eigenlijk iets hebben wat groen is. Ah, kijk, perfect. Als ik hier nou gewoon tussen ga staan, dan lijk ik op een druif. Alleen Piggy is roze. Nee, we hebben iets anders nodig. Hier hebben we appels. Wat gebeurt er als ik hier ga staan? Oeh, wacht even. Zou ik vanaf hier in de doos kunnen springen? Let's go. Oh, perfect. We moeten trouwens wel goed oppassen. Oh nee, we zijn een zombie! Ik wou het letterlijk net vertellen. Deze modus is namelijk zo. Dat als je gevonden wordt, dat je verandert in een zombie. En dan moet je andere mensen dus ook weer veranderen in een zombie. En dat doe je totdat er niemand meer over is. We hebben het niet lang volgehouden. Maar check dit. We hebben 1 zombie gemaakt. We hebben 2 zombies gemaakt. En er was er volgens mij nog 1 hier beneden. Oh man, ze zaten allemaal bij elkaar. Oeh, daar is iemand. En die gaat volgens mij naar boven toe. Ja, die gaat naar boven. Oké, ik zie ze daar. Ik zie die persoon letterlijk proberen te ontsnappen. Ik heb er door. Het is hier ergens. Wacht even. Oh, naar beneden. Ja, daar is ze, daar is ze, daar is ze. Snel, snel, snel. Nee, ze gaat naar boven toe. Dat mag niet. Dat mag niet. Dat mag niet. Kom op, kom op, kom op. Ja, we hebben er een zombie gemaakt. Oké, volgens mij zijn er nog maar een paar spelers geen zombie. Kijk hoeveel zombies er zijn. Oh, daar zie ik iemand lopen verderop. En die is net de kast ingesprongen. Maar wij gaan er snel op af. Oh ja, daar is iemand, daar is iemand. Oké, ze staat daar stil. Dus als wij snel onze kans pakken. 3, 2, 1. Zombie! Yes! Kijk, we hebben haar nu letterlijk in een zombie veranderd. Dit is misschien wel de leukste modus tot nu toe. Je zou je ook in deze soort van potloden pennendoos kunnen verstoppen. Oké, we gaan hier naar boven toe. Mensen kunnen dus overal verstopt zitten. Zelfs op de meest moeilijke plekken. Oh, hey, kijk, een muntje. Oh man, in deze modus zijn wij allemaal gevangenen. En moeten we dus proberen om niet door de politiezoekers gevonden te worden. En we zitten in een soort van laboratorium. Oh, dit is zo'n gave map. De vraag is alleen, waar willen we onszelf verstoppen? Ik zal erover nadenken terwijl ik van de glijbanen ga. Let's go! Nou ja, we zijn natuurlijk gedeeltelijk oranje. Dus wat nou als we iets zoeken wat ook een beetje oranje is? Kijk, Piggy zou zich hier goed achter kunnen verstoppen. We kunnen erin. Oh, dat is zo slim. Kijk waar we nu zijn. Dat daar is een kooi. En iedereen die gevonden wordt, gaat daarin komen te zitten. Dus we moeten niet gevonden worden. Oké, we gaan hier naar beneden. Je kunt dit spel op twee manieren spelen. Je kunt ervoor kiezen om op één vaste plek verstopt te blijven. Echt gewoon een hele goede plek waar niemand je gaat vinden. Of je kunt soms nog een beetje risico nemen. En volgens mij is het wel duidelijk waar ik voor kies. Maar kunnen we andere gevangenen die dan al gevonden zijn ook helpen met ontsnappen? Oké, laten we hier naar boven gaan. Waarom heb ik het gevoel dat die politie in de buurt is? Oh, omdat het juist is. Hij is in de buurt. Oh snap, oh snap, oh snap. Oh nee, oh nee, oh nee. Snel, 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 snel. Naar boven, naar boven, naar boven. Oh man, oh man, oh man. Komt hij ook naar boven volgens mij? Oh nee, hij zit achter me aan. Hij zit letterlijk achter me aan. Nee, aan... Oké, jongens, het is een mooie dag. Vinden jullie ook niet? Oh, hier gaan we niet uitkomen, of wel? Nee! En ik ben nog wel degene die deze modus heeft gekozen. Ah. Oh, iemand is een hartje voor me aan het graffitiën. Hé, dat is op zich best wel aardig. Thanks. Kan ik dat ook? Ah, dat kun je hier halen. Zoals een oogbal of een regenboogwolk. Ik wil de oogbal. Ah, kijk, dat is super gaaf. Nu vind ik het eigenlijk wel leuk om hier te zijn. En wacht, we hebben er nog één. Oeh, die is creepy. Ik haal er een aantal muntjes bij, want ik wil de duurste. Oh man, check this out. Een regenboogwolk. Verandert die letterlijk van kleur? Oh, die verandert letterlijk van kleur. Oh, dat is zo gaaf. Ja, politie, jullie hebben ons hier wel ingestopt. Maar wij maken kunst. Soort van. Ik weet niet of je het zo kunt noemen, maar het is cool. En deze vogel, die houdt de wacht hier. In deze laatste modus zitten we letterlijk in een knikker. Dus ja, het is nog steeds verstoppertje. Een soort van. Ik bedoel, we moeten ons verstoppen. Dat is dan verstoppertje, toch? Oh man, dit is zo gaaf. Oké, ik wil me eigenlijk wel in het hondenhok verstoppen. Ik denk dat dat een best wel goede plek is. Wat gebeurt er als we hierop gaan staan? Oh man, we zitten nu letterlijk in een vogelhuisje. Hé, dat is wel een slimme plek, maar ik ga er alsnog vandoor. Dat is het hele ding. Ik vind het veel leuker om dit spel te spelen met een klein beetje meer spanning. Oké, wacht even. Laten we de boel nog een beetje verkennen voordat we een definitieve verstopplek uitzoeken. Wat dacht je hiervan? Oh, we zitten letterlijk in een boom. Uh-oh. We zaten in een boom. Kleine correctie. Oké, wacht even. We kunnen hier ook naar boven toe volgens mij. Oh man, oké, we moeten oppassen. Want de persoon die ons moet zoeken, die is er nu officieel. Oh, maar dit is een goede plek. Kijk dan. Ik zit letterlijk in een bosje. Hier kan niemand me vinden. Eigenlijk is het ook wel leuk om te winnen, maar ik vind het leuker om uit te dagen. Nee, serieus. Ik vind het veel grappiger. Vooral nu ik in een knikker zit. Hé, kijk, muntjes. Om gewoon een klein beetje de map door te rollen. Zit de zoeker dan ook in een knikker? Ik hoop eigenlijk van wel, maar ik weet het niet. Oh, kijk, die persoon gaat de barbecue op. Wat? We hebben gewonnen. Want de persoon die ons moest zoeken, is er vandoor gegaan. Wow. Oh, deze persoon heeft letterlijk een soort van oranje outfit. Met oranje op zijn shirt. Vandaag wil ik een kijkje gaan nemen hoe de wereld eruit ziet door de ogen van de Rainbow Friends. En we beginnen natuurlijk met blauw. We weten immers dat blauw maar één oog heeft. En dat hij blauw is. Dus nu ben ik super benieuwd. Wat ziet hij dan precies? 3, 2, 1. Wow, wat? Oké, het is duidelijk dat hij er niet alleen blauw uitziet, maar dat hij ook blauw ziet. En niet alleen dat, maar het is nu ook duidelijk waarom hij vaak zijn hoofd stoot. Of zijn kroon. Is dat geel die daar staat? Ik kan het letterlijk bijna niet zien. Volgens mij is dat een speler in de kluis. Je ziet dat hij dus aan één kant bijna niks kan zien. Super wazig. En in het algemeen. Het is super, super blauw. Waardoor hij waarschijnlijk moeilijk onderscheid kan maken in welke kleuren objecten er voor hem staan. Oké, 3, 2, 1. Wow. Dude, oké, dat was wel gaaf. Vooral omdat ik nu extra benieuwd ben hoe bijvoorbeeld groen de wereld ziet. Groen is namelijk de enige Rainbow Friend die niet kan kijken. Maar ziet hij echt helemaal niks? Want soms als ik groen tegenkom in Rainbow Friends en hij van me wint, heb ik toch het idee dat hij iets meekrijgt. Eén manier om daarachter te komen. Wij zijn groen en ik ben er klaar voor. 3. Ik ben echt een beetje zenuwachtig. 2, 1. Wow. Wacht even. Oké, ik ga eerlijk zijn. Hij ziet inderdaad heel weinig. Dit is een beetje wat je krijgt als je aan het douchen bent en de ramen beslaan. Dat is een rare vergelijking. Maar je snapt wat ik bedoel. Hij ziet wel iets, maar toch ook weer niets. Ik kan net genoeg zien om te weten waar ik naartoe loop. Maar ik heb... Volgens mij zijn dat de blokken die ik nu zie. Oké, dan ben ik waarschijnlijk aan het einde van Rainbow Friends. Maar eigenlijk wil ik kijken of ik nu door de ogen van groen... Hé, wie loopt daar? Doet... Oké, er loopt daar iets en het is geen speler. Maar helaas heb ik niet kunnen zien wat. Oh, misschien was het wel een nieuwe Rainbow Friend. Is dat een speler die daar loopt tussen de ballonnen? Ik weet het niet. Oh man, ik zie zo weinig. Ik bedoel, groen ziet zo weinig. En omdat wij door de ogen van groen kijken, zien wij heel weinig. Is dat wat ik bedoel? Oké, we zouden deze speler nu normaal hebben ingemaakt. Maar we zien echt bijna niks. 3, 2, 1. Kijk, dit is beter. En nu kunnen we deze speler inmaken. Oké, we hebben blauw gecheckt. We hebben groen gecheckt. oranje. En daar ben ik extreem benieuwd naar. Oranje is namelijk een reptiel soort van. En het is wel bekend dat dieren de wereld anders waarnemen dan mensen. Soms zien ze de kleuren een stuk minder of juist een stuk sterker. En ik heb soms bijna het idee alsof oranje weet waar ik ben zonder dat hij mij heeft gezien. Is het logisch wat ik zeg? Alsof hij een soort van warmteogen heeft. Net zoals met een warmtecamera. Dat je mensen door de muren kunt zien. Oké, we gaan erachter komen. Wij zijn oranje op dit moment. Wat ik eigenlijk al leuk genoeg vind. En natuurlijk beginnen we dan ook in de grot van oranje. Oké, zal ik er gewoon voor gaan? 3, 2... Oh, er is ook gelijk een speler. Dat is perfect. 1... Oh, wow! Het is waar! Hij ziet alles... Ik zou niet gelijk willen zeggen veel beter. Maar het lijkt wel alsof hij een soort van extra kleur in intensiteit ziet. Ik probeer slim te klinken. Hij ziet de kleuren beter. Oh my gosh. Oké, luister. Volgens mij kijken we nu letterlijk naar twee nieuwe Rainbow Friends. Maar omdat die zo helder van kleur zijn, is het bijna niet waar te nemen. Omdat oranje dus alles 10 keer sterker ziet. Man, dit is al de tweede keer dat ik waarschijnlijk nieuwe Rainbow Friends had kunnen zien. Maar dat ik het niet goed zie door de ogen van de Rainbow Friends. Oké, dit is overduidelijk een speler. Wauw, dit is echt gewoon... Ik weet het niet. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk een speler. Wat is dit? Is dat een nieuwe Rainbow Friends? Wij zijn natuurlijk een speler, dus wij kunnen het ons helemaal niet voorstellen hoe het is om op deze manier Rainbow Friends te spelen. Maar oranje is het waarschijnlijk zo gewend dat hij juist door deze manier van kijken exact kan zien waar de spelers zijn. Zelfs als hij ze eigenlijk niet eens ziet. Ik zit volgens mij nu achter een speler aan, maar ik weet het niet eens zeker. Oranje heeft mij nog een hoop te leren. 3, 2, 1. Ja, zie, ik zei het toch. Ik zit achter een speler aan. Kom hier, jij. We hebben ze. Er is een Rainbow Friend waar ik extreem benieuwd naar ben. En dat is eigenlijk paars. Hij zit namelijk bijna altijd in het riool. Dus mijn vraag is dan, zijn zijn ogen wel ontwikkeld om daglicht te zien? Helaas zie ik paars hier niet. Dus we gaan eerst voor rood. Wow, het voelt zo raar om als rood te spelen. Oké, we weten natuurlijk dat rood de Rainbow Friends heeft gemaakt. Wat is dat daar? Een of andere arm. Het zou me dan dus ook niks verbazen als rood iets met zijn ogen heeft gedaan om dingen te kunnen zien die de meeste spelers en misschien ook de meeste Rainbow Friends niet kunnen zien. Oké, ik praat te veel. Ik ga er maar gewoon voor. 3, 2, 1... En dat is precies wat ik bedoel. Oh, snap. Oké, luister. Volgens mij ziet rood niet alleen dingen die wij niet kunnen zien, maar ziet rood dingen die wij niet eens snappen. Ik bedoel letterlijk. Het lijkt wel alsof zijn ogen een soort van computers zijn. Ik bedoel, ik heb het idee dat ik nu naar blauw kijk, maar ik weet het eigenlijk niet eens zeker. Het is allemaal zo hectisch. Maar nogmaals, rood is natuurlijk super, super slim. En waarschijnlijk snapt hij alles wat hier gebeurt gelijk. En kan hij er ook gelijk op opereren. Actie ondernemen. Oké, ik kan hier niet meer tegen. Wauw. Nu snap ik waarom rood altijd alles door heeft. Oké, weet je wat? Ik ga naar een ander spel, want ik moet weten hoe paars de wereld ervaart. Ook al zit hij eigenlijk altijd in het riool. Juist daarom. Oké, ik ben er klaar voor. Ik heb mezelf officieel veranderd in paars. En het is misschien wel goed om het hier te doen, want dit is namelijk het meest lichte gedeelte van de map. Nogmaals, paars zit normaal altijd in het riool. Altijd in het donker en ziet eigenlijk bijna nooit wat. 3, 2, 1. Wow, wat? Oh, wacht. Hij went aan het licht. Oké, hij is aan het wennen. Oké. Op zich... Hij ziet alleen maar zwart-wit. Oh man, dat is raar. Oké, dus hij ziet eigenlijk gewoon zoals een speler. Alleen dan zonder kleur. Ik bedoel, kijk dan. Normaal. Oh, dude, oranje liet me schrikken. Maar dit is bizar. Heel de wereld is gewoon zwart-wit. Ik heb nu extra medelijden met paars. Hij zit niet alleen opgesloten in het riool, maar hij ervaart de wereld ook gewoon kleurloos. Oké, wacht even. Laten we hier doorheen lopen. Misschien is er een manier dat we toch nog iets kunnen waarnemen. Oh man, ik moet wel zeggen, paars ziet wel het meeste soort van. Als je snapt wat ik bedoel. Bij oranje was er bijna niks uit op te maken. Bij rood ook niet. Bij blauw de helft. Bij groen bijna niks. Dus dan is dit denk ik wel nice. Ik zit in het allerhoogste gebouw van Roblox. En als ik uit het raam kijk, zie ik lava naar boven komen. En omdat ik er niet per se achter wil komen wat er gebeurt als ik daarin val, gaan we naar boven. Anders ben ik een gefrituurde watermeloen. Zou dat lekker zijn? Ik bedoel, soms lijkt het alsof dingen lekkerder worden als je ze frituurt. Misschien is dit niet de tijd om na te denken over een lekkere midnight snack. Oké, we gaan verder. We moeten naar boven. Tenminste, moet niet. Is wel handig. Want, oh, de lava stijgt. Je ziet het er letterlijk aankomen. Ik heb een aantal verschillende soorten... Oh, oké, wacht. Dat is serieus de beste manier om een trap op te gaan. Waarom zou je trap lopen als je gewoon letterlijk... Zie je dat al voor je dat je gewoon op school, wanneer je naar een ander lokaal moet, op deze manier gewoon de volgende verdieping betreedt? Gewoon met ballonnen. We zitten op verdieping 47. En ik zie daar letterlijk iemand naar beneden gaan. Wacht, dat wil ik zien. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh, daar is ze. Ze is af. Maar wacht eens even. Kunnen wij die ballonnen niet... Dat is zo slim. Op deze manier hoef ik eigenlijk nergens bang voor te zijn. Maar wat als de ballonnen knappen? Waarom moet je me bang maken? Normaal heeft Bob altijd ongelijk, maar deze keer... Ja, inderdaad. Wat als de ballonnen knappen? We hebben toevallig ook een parachute. Oh, nee, daar gaan we... Kijk dan. Naar boven en naar beneden. Nee, we willen naar boven. Ik heb trouwens nog iets en dat is dit. Oh, oh. Ik kan dat misschien beter even binnen laten zien. Hiermee kun je jezelf ergens naartoe halen. Alleen ik blijf het zeggen, de ballonnen werken het best. Oh my gosh, dit is extra creepy. Oeh, wacht, dat is ook nog een manier. En op welke verdieping zitten we? 90. 91, 92. Oké, luister. Iets in mij zegt dat verdieping 100 het maximale is wat we kunnen halen. Maar ik weet het niet zeker. 97. Wow, wat is dit? Een regenboogparachute? Wil ik hebben. Een teleporter? Wil ik hebben. Diamanten ballonnen? Wil ik hebben. De banhamer wil ik hebben. Precies. De banhamer is een item wat eigenlijk alleen Jenna kan gebruiken. Je kunt er namelijk letterlijk spelers mee bannen. Oh man, volgens mij werkt het. Ik ben letterlijk iemand aan het inmaken. Kom hier jij, ik heb de banhamer en jullie niet. Dan hebben we hier een gouden parachute. Wil ik hebben. Ik sta er nu eigenlijk pas bij stil. 100. De 100ste verdieping. Maar ik sta er nu eigenlijk pas bij stil dat ik superveel items heb gebruikt. Wacht, ik heb nog steeds de banhamer. Kan ik niet iemand gewoon hiervan afmappen? Oké, we gaan het hierbij proberen. Let's go. Oh snap. Oh snap. Oh, oh, ze valt er bijna af. Ze valt er bijna af. Oké, ze pakt haar ballon erbij. Dat is slim. Over ballonnen gesproken. Er staat hier iemand op de schoorsteen. Check this out. Maar wij hebben de diamantenballonnen, dus wij gaan veel sneller. Oh man. En we hebben de teleporter, maar hoe werkt dat dan? Oké, we zetten hem aan volgens mij. En dan? We gooien hem neer. En als we er dan op staan, dan... Oh, wat? Nee! Oké, de lava is super dichtbij. Maar op zich moet dat niet uitmaken. Want check hoe snel het gaat. Met deze diamantenballonnen. Maar was er meer wat ik kon halen? Ik ben letterlijk nu alweer op het dak. Oh ja, de regenboogparachute heb ik ook nog. 3, 2, 1... Wow, die is gaaf! En je kunt ook gelijk zien dat hij een stukje kleurrijker is dan de normale parachute. Oh nee, oh nee. Ik ga op het laatste moment mijn diamantenballonnen pakken. Check this out. Oh, dude. Maar er is nog iets wat je kon halen. Dus ik ga helemaal naar boven toe. Dan ga ik door de schoorsteen. Oh, wat een pingwing! Oké, dat was raar. Maar ik ga nog iets halen. We zijn op verdieping 100. En dat is het duurste van allemaal. Ik weet niet of ik het ga halen, want de lava komt eraan. En dat is dit. Het is letterlijk God mode. Dit zou ervoor zorgen dat wij de sterkste zijn in het spel. Oké, ik heb het gehaald, maar ik heb nog niets gekregen. Betekent dit gewoon dat ik niet kan afgaan? Eén manier om daar achter te komen. Let's go! Wat? Je maakt een grap. We lopen over de lava, terwijl andere spelers ingemaakt worden. Ik zit nu op de tweede verdieping. Maar ik hoef dus echt nergens bang voor te zijn. Oh man. Ik bedoel, 900 Robux is bizar veel. Maar dit was gaaf. Elke seconde kunnen wij een stukje hoger springen. En ik moet zeggen, we springen eigenlijk al best wel hoog. Alleen het kan beter. De bedoeling is namelijk dat wij aan het einde komen van deze regenboog. Trap. Ik bedoel, is het überhaupt een trap? Oh, oké, we gaan het proberen. 3, 2, 1. Oké. Dat is best nice. Hé, luister, we komen eigenlijk hoger dan ik dacht. Ik dacht dat we rood echt voorlopig nog niet zouden halen. Oeh, oké, we komen dus tot en met oranje. Maar we gaan alweer door naar geel. En zo moeten we dus proberen om de allerhoogste sprong ter wereld te maken. Er is een winkel. Oh. En daar kan ik 100 jumpkracht halen. Dus nu... kan ik nog een heel stuk hoger springen? Ik ben zo benieuwd wat er aan het einde van deze... Ja, is het überhaupt een trap? Ik zou het geen trap willen noemen. Laten we het een toren noemen. We zijn nu op de helft. Ik kan hier helaas... Oh, laat maar. Ik neem mijn woorden terug. Het is wel gelukt. Maar deze die ga ik echt niet kunnen halen. Dus laten wij er weer 100 bij halen. Oké, ga ik hem halen? Ik denk het wel. Eitje. Oké, dan gaan we nu proberen. De rode... Wacht, ben je serieus? We hebben het gehaald. Let's go! Oké, maar wacht even. We hebben nu 1 win. Maar als ik deze kant op loop, hebben we hier eieren. Een goed ei en een slecht ei. Voor het slechte ei moeten we 2 keer hebben gewonnen. We hebben nog maar 1 keer gewonnen. Dus we halen het goede ei. Een olifant. Bedenk een naam voor de olifant in de comments. Ah, wacht. En elke keer dat je wint, ben je wel weer al je jump power kwijt. Dus moet je het weer opnieuw verzamelen. Oké, wacht. Ik wil een kleine challenge aangaan. Stel voor, ik haal er in 1 keer 500 jump power bij. Zou ik dan nu ook in 1 keer bovenaan kunnen komen? We beginnen op de eerste treden. Oh my gosh. Oh, net niet. Maar de tweede keer gaat het dus gemakkelijk lukken. En als ik dan ook nog eens perfect kan landen, kablam. Dat betekent dat ik dus wel weer al mijn kracht kwijt ben. Maar dat betekent ook dat ik nu dit super enge ei kan openen. Het kost ons wel 2 wins, maar daar gaan we gewoon voor. Oké, wacht eens even. Oh, het was geen ei. Het was een portaal naar deze duistere trap. Oké, deze ziet er een stukje minder vrolijk en kleurrijk uit dan de vorige. Maar we gaan gewoon ons best doen om ook hier bovenaan te komen. En ik wil eigenlijk niet te veel vals spelen. Ik bedoel, we worden elke seconde al een stukje sneller. Maar goed, van mij mag het nog sneller. Oké, we kunnen nu nog hoger springen. Let's do this. Maar dit is niet hoog genoeg om in 1 keer mee bovenaan te komen. Al moet ik zeggen, we komen al wel een soort van dichtbij. Maar wat ligt er dan aan het einde van... Ja, geen probleem. Maar wat ligt er dan bovenaan deze trap? Nogmaals, ik blijf het een trap noemen. Het is eigenlijk eerder een toren, maar je snapt wat ik bedoel. Oh, net niet. Maar waarschijnlijk als we nu een sprongetje maken, hebben we hem. Ah, wacht, ik zie het al. Bij deze krijgen we 2 wins in plaats van 1. Maar wacht eens even. Dat is een duister ei. En we hebben 10 wins nodig om naar de volgende te kunnen. Maar eerst dit ei. Wat zit erin? Oké, come on, come on, come on. Het is een alien. Bedenk een naam voor hem in de comments. Oh, ik wil graag naar de volgende trap. Dus ik haal er 5 wins bij. Dan hebben we er alsnog 1 te weinig. 500 jump power. Kan ik nu in 1 sprong bovenaan deze duistere trap komen? Je ziet natuurlijk een balk onderaan in beeld staan. Oké, het is dus belangrijk om te onthouden dat elke trap in een nieuwe dimensie weer een stuk hoger en moeilijker te bereiken is dan degene die je daarvoor had. Dus hier moeten we al veel meer moeite doen. Terwijl we bij de eerste met 500 jump power er nu echt wel waren. Oké, we moeten perfect landen. Come on, come on. Oké, oh. Ben je echt serieus? Job, dat is niet perfect landen. Maar toch is het tijd voor deze nieuwe portaal. Oké. Oh, no way. Dit is de ijstrap. Oké, we hebben al redelijk wat jump power. Oh, dude. Waar gaan we hierboven kunnen komen? Ik weet het niet. Dit is immers de allerlaatste trap in het spel. Het zou me dus ook niets verbazen dat ze deze super lastig willen maken. Eigenlijk springen we nu gewoon de aarde uit. Het is alsof we de beste trampoline ter wereld hebben gebruikt en die ons letterlijk afvuurt. Stel voor mensen zouden in het echt zo hoog kunnen springen. Dat zou eng zijn. Maar we gaan dit niet halen. Zullen we gewoon eens kijken wat er gebeurt als we er 1000 jump power bij halen. Oké, dat is echt veel meer dan we tot nu toe ooit hebben gehad. Dus... oh my gosh. Het ziet er eerder uit alsof we vliegen. Oké, dus hiermee gaan we wel boven moeten kunnen komen, toch? Ja, eitje. Zo hoog dat we weer echt goed moeten uitkijken hoe we landen. Kablam. Oké, dus nu krijgen we er in totaal 3 wins bij. Maar wacht eens even. Er is ook weer een nieuw soort ei. Tot nu toe hebben we elk ei geopend. Dus eigenlijk wil ik ook weten wat hierin zit. Het is een mysterie, maar nu niet meer. Bedenk een naam voor ons waterijsje in de comments. Maar wacht eens even. Is dat de maan? Ik haal er 250 bij. Kan ik dan nu naar de maan toe? Dat is niet hoog genoeg. Oké, dan haal ik er 500 bij. En nu zou het moeten kunnen, toch? No way. 3, 2, 1... ik zit letterlijk op de maan. We springen zo hoog dat we de ruimte in kunnen. En zou ik dan vanaf hier... oh, ik ga echt veel te hoog. De vraag is alleen, land ik nog wel in de map? Ja, oh my gosh. Gelukkig wel. Ah, wacht. We kunnen hier naar binnen. En dan hebben we hier een kleine obby. Maar wacht even. Wordt dat niet super lastig met de hoge sprongen die we maken? Oké, luister. Ik ga proberen deze obby te spelen zonder te springen. Iets wat ik normaal gesproken niet doe. Wacht, hier kan ik wel... oh nee, ik kan niet heen springen. Maar wat krijgen we dan aan het einde hiervan? Misschien een mega grote kroon. We hebben het gehaald. Oh, wauw. We hebben inderdaad een mega grote kroon gekregen. Nice. Maar wat is dit? Dit is inderdaad een trampoline. En... wow, ah, ik snap het al. Wij moeten proberen zo hoog mogelijk te springen. Nu komen we bij de 200. En wat is dit? Ah, hier kunnen we het springen trainen door over deze soort van meteorieten te springen. Oh man, wat zou jij liever willen? Heel hoog kunnen springen of... zijn we er? Heel snel kunnen rennen. Hier kunnen wij upgraden. Dus nu kopen we er extra jump power bij. En als het goed is, kunnen we nu dus hoger springen dan net. Oh my gosh. Oké, luister, dat ging zo snel. Ik kon niet eens zien hoe hoog we sprongen. Net was het 200, maar nu is het 3000. Ah, dus wacht. Ik snap het al. En dan kan ik hier nog meer upgraden. Waardoor dat als ik nu weer ga springen... 3, 2, 1... dat nog hoger is. Oh, dit is perfect. Ik haal er wat muntjes bij, zodat ik nog meer kan upgraden. Dan gaan we weer naar de trampoline. En met deze trampoline... springen we letterlijk de ruimte in. 4000. Alleen het maximale wat je kunt bereiken is 1 miljoen. Dus we zijn er voorlopig nog niet. Alleen dit gaat best wel snel. Je kunt er gewoon naartoe lopen. Je kunt springen. En je gaat automatisch weer naar beneden. En als je dat dus vaak genoeg doet, krijg je er zoveel muntjes bij. Dat je hier naartoe kunt gaan. Om het weer te spenderen. Oké, daar gaan we weer. Oh my gosh, we zitten bijna op 10.000. Oké, ik begin het nu aardig door te krijgen hoe dit werkt en het is leuk. Ik kan het muntjes laten regenen. Dat is wel leuk. Oh my gosh, het regent nu letterlijk muntjes en die kunnen wij oppakken. Wow, kijk dan. En elke speler kan hier gebruik van maken. Dus dat is echt super chill. Kijk, hier ligt een muntje. Ik zie ook gewoon elke speler helemaal, gratis muntjes. En jullie hebben groot gelijk. Ondertussen ga ik de trampoline weer op om, de ruimte in te springen. Tijd voor wat upgrades. Oké, komen we nu bij de 10.000? Want 7.000 is tot nu toe ons record. 10.200. Of nee, 10.100. Maar dat komt bijna op hetzelfde neer. Oh, dude, dit is zo leuk. Tijd voor een upgrade. Klik, 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 klik. Volgens mij zijn er gewoon echt mensen die tot 1 miljoen springen. Het verbaast me dat ze nog in het spel zijn. Je zou toch echt zeggen dat als je zo hoog springt, dat je gewoon Roblox uitspringt. Oké, ik heb nog 1 keer flink geupgrade voor de allerlaatste sprong. Check this out. Oh man, dat is een nieuw record. We hebben hier 2 deuren waar we doorheen kunnen lopen. En we moeten de juiste keuze maken. Mijn tactiek is simpel. Ik volg de mensen voor mij. Oké, ik moet eerlijk zeggen, op een gegeven moment gaat die tactiek niet meer werken. Kijk, nu onthouden we nog een soort van wat de mensen voor ons doen. Maar er gaat een moment aankomen waarbij niemand meer weet wat hij moet doen. En dat moment is hier al volgens mij zo'n beetje aangebroken. Oké, we kunnen door deze heen. Die is juist. Oh man, dit is zo spannend. Oké, kijk. Oh, die deur is niet juist. Dus dit spel draait alleen maar om de juiste keuzes maken. En we zijn nu met een flink groepje spelers. En je merkt het nu al. Sommigen durven al niet meer te kiezen wat ze doen. Alleen wij hebben een manier om vast te spelen. Voor 100 Robux kan ik namelijk zien welke deuren er juist zijn. Oh my gosh. En het mooie is nog wel, ik doe dit niet alleen maar voor mezelf. Andere spelers kunnen mij namelijk volgen. Alleen stop dat hier nu. Maar dan doe je toch gewoon dit. Oké, ik weet het. Dit is eigenlijk niet de manier waarop je het zou moeten spelen. Maar ik bedoel, come on. We willen toch alles gewoon even hebben uitgetest. En ik ben gewoon super benieuwd wat er aan het einde van al deze moeilijke keuzes is. Oh, ik moet ook wel eerlijk toegeven. Ik weet niet meer wat er juist is nu. Was het rechts? Oké, het was rechts. En dan is het links. En dan zie ik hier een dude met blauw haar door rechts gaan. En wat is het hier, jongens? Oh nee, kijk, nu begint iedereen... Wacht eens even. We kunnen ook gewoon een deur overslaan. Dus wacht, als ik dat doe, ga ik verder. Maar weten hun alsnog niet wat het juiste... Oh nee, laat maar. Dan kunnen ze er allemaal doorheen. Eigenlijk is dat best wel leuk. Dus wacht eens even. Voor 30 seconden alles zien. Nee, ik wil vanaf nu niet meer vals spelen. Ik wil gewoon kijken wat er gebeurt. Die persoon is af. Als spelers zometeen gewoon niet meer weten wat ze moeten doen. We zijn er volgens mij bijna. Oké, het is links. Kom op jongens, het is een 50-50 kans. 50% dat je het overleeft en 50% dat... Vul het zelf maar in. Oh, niemand durft te gaan. We zijn namelijk nu al zo ver. Het zou echt jammer zijn als je dan afgaat, toch? Maakt niemand de keuze? Echt niet? Nou, ik ga het niet doen. Ik ben de valsspeler. Het is aan jullie, jongens. Oh, het is links, want iemand ging af bij rechts. Oké, gaat de persoon nu verder? We zijn met 5 mensen, inclusief ik. En er hoeft er maar 1 te zijn die niet bang is. Niemand die durft. Oké, weet je wat ik gewoon doe? Voor 30 seconden lang zijn alle juiste deuren nu open. Oh my gosh. En ik loop vooraan. Volgens mij betekent dat maar 1 ding. 5, 4, 3, 2, 1. No way. No way. Let's go. Oh. Ik ben wel af. Maar we hebben de prijs. Yes! En we waren de eerste. Maar wacht eens even. Wat is dit? Een taser halen. Oké, wacht. Werkt het? Ik wil even checken of het werkt. Ik doe dat bij deze. Doe het even. Dus we kunnen letterlijk naar iemand toe lopen. En die kunnen we gewoon... Oh, ik heb hier gewoon 3 mensen getaserd. Dat is grappig, Job. Oh, deze doe het nog even. Ja, sorry, jij stond in mijn weg. Ik heb geen keus. Eigenlijk wel. Ik ben gewoon super flauw. Oh, en hier zijn allemaal trails. En ze worden alleen maar beter. En voor de duurste moet je 100 keer dit spel hebben gewonnen. Zoals je kunt zien, heel veel deuren. Maar er staat hier... Wil je in 1 keer naar het einde skippen? Dat werkt toch niet? Ik bedoel, come on. Dan heb je het spel toch niet... Oh, dat is zo erg. Hé, jij staat in mijn weg. Wegwezen jij. En dan hebben we hier een super speed coil. Ik ben benieuwd wat dat doet. Dit is een normale speed coil en dit is de super speed coil. De normale doet niet zoveel, maar de super... Oké, dat was de 500 Robux niet waard. Dit valt echt serieus best wel tegen. Maar, omdat wij het al een keer gehaald hebben, kunnen we dus nu precies zien waar we wel en waar we niet doorheen mogen. En ik ben letterlijk elke andere speler aan het inhalen. Omdat je een speed coil hebt, Job. Ja, nou en... Oké, je hebt gelijk. Het boeit niet. Dit is zo grappig. Ik dacht dat dit een heel saai spel ging zijn. En waarschijnlijk is dat het ook wel. Maar ik gooi er mijn eigen vals speel saus overheen. Geleerd van Jenna. En dan wordt het ineens een heel stuk interessanter. Al moet ik wel eerlijk zeggen, dit spel is natuurlijk leuker om te winnen als je het eerlijk speelt. Alleen ik heb geen zin om mijn toetsenbord te breken. Uit woede. Want dat is waarschijnlijk wat er gebeurt als je bij de laatste deur bent en je maakt de foute keuze. 3, 2, 1 en let's go. We hebben het weer... Oh. We kunnen niet nog een keer winnen, staat er. Er staat hier een knop waarmee we alle spelers kunnen inmaken. Voor 200 Robux. Oké, laten we dat proberen, want ik zie hier best wel wat spelers staan. Ik ben benieuwd. Werkt dat? En iedereen spant nu weer terug. Oh, wacht, wat als ik het dan nog een keer doe? Nee, het is goed zo. In dit spel is degene die het langste woord geeft de winnaar. Dus wij krijgen zometeen een vraag en we moeten een lang antwoord geven. Een dier in Minecraft. Laten we gaan voor een kip. Een vijand in Minecraft. Laten we gaan voor de Ender Dragon. Oeh, kijk, we lopen vooraan. Iets in een keuken. Laten we gaan voor een blender. Is dat niet goed? Een haarkleur. Laten we gaan voor brunet. Een sport. Laten we gaan voor basketbal. Oh, kijk eens aan, we lopen vooraan. Iets waarmee je kunt knutselen. Laten we gaan voor een schaar. Een zeldzaam metaal. Is die diamant een metaal? Volgens mij niet, maar het is goed. Iets wat je op ijs kunt gooien. Laten we gaan voor chocola. Dat kan op ijs. Iets wat je nodig hebt om te kamperen. Een kampvuur. Dat moet goed zijn, toch? Dat is goed. Een automerk. Nou, dan gaan we voor Lamborghini, want dat is een hele lange. Oeh, we zijn er bijna. Een maand in het jaar. Dan gaan we voor februari en kablam. We hebben gewonnen. Wij gaven de langste antwoorden. Dus we kopen een nieuw soort kleur. Deze keer hebben we een groen pad. Iets wat oranje is. Oranje? Dat is echt vals spelen. Iets wat te maken heeft met kerst. De kerstboom. Oeh, dat is een goeie. Noem een Pokémon. Dan gaan we voor Squirtle. Noem een schaakstuk. Een paard. Noem een muzikaal instrument. Laten we gaan voor een viool. Oké. Een drankje met cafeïne. Dan gaan we natuurlijk voor koffie. Oké, we lopen vooraan. Wat eten mensen tijdens Thanksgiving? Turkey. Dat is kalkoen volgens mij. Oké, daar gaan we. Noem een soort cake. Dan gaan we voor wortelcake. Oh, ik heb zin in wortelcake nu. Job, wat doe je nou? Een gameconsole. De Nintendo Switch. Dat is mijn favoriete antwoord bij deze vraag, want Nintendo Switch is een vrij lang woord. Oké, de volgende. Een soort tas. Ga ik weer voor een rugtas. Ik ken deze vragen nog. Oké, de volgende. Een soort hoed. Een tophat is volgens mij een hoed. Dat is zo'n hoge hoed. Een soort sport. Nou, dan gaan we gewoon weer voor basketbal, want we weten dat die goed is. Oh, nog een klein stukje. Een groot dier. Een olifant. Oh man. Oh man. Let op. En we hebben weer gewonnen. Zullen we het nog 1 keer doen? 3 keer is scheepsrecht. En deze keer wil ik geel. Ik heb iedereen expres even een beetje voorrang gegeven. En de reden daartoe is simpel. Ik wil misschien even gaan vals spelen. Gewoon om te kijken wat er gebeurt. Ik geef dus wel gewoon wat antwoorden nog. Tot nu toe gaat het allemaal eerlijk. Een dier op de boerderij. Laten we gaan voor een schaap. Hoe we lopen gelijk. Iets wat je kunt vinden in de achtertuin. Een trampoline misschien. Oké, dat is goed. Maar wat we nu voor de grap gaan doen. We gaan alle planken breken van de andere spelers. Oké, werkt dat nog steeds? Want... oh, ze staan allemaal weer daar. Oké, dat is zo gemeen. Een starter Pokémon. Dat is Charmander. Die uiteindelijk verandert in Charizard. Een plek in Amerika, New York. Ik voel me eigenlijk een beetje flauw dat ik heb vals gespeeld. Noem een vliegend voertuig. Een airplane. Dat is een vliegtuig. Noem een superheld. Nou, laten we gaan voor Batman. Hij is alleen niet wakker. Hij ligt in zijn bed. Man. Iets wat je kunt beklimmen. Een ladder. En nog 1 stukje. Iets wat geel is. Ik wou banaan zeggen, maar we gaan voor citroen. Let's go. Gewonnen. Oh, snap. Hallo, agent. We zijn bijna bij de gevangenis. Oh, man. En deze gevangenis bevindt zich letterlijk op een eiland. We kunnen er dus ook alleen maar komen met een boot. Maar wacht. Wie is dat? Dr. Loco. Ik denk dat dat de engste gevangene is. Oh gosh, we zijn er nu officieel. Oké, we moeten de bewaker volgen naar binnen toe. Ik weet niet of ik dat wel wil. Maar ik weet ook niet of we wel een andere keuze hebben. Oeh, we kunnen de kastjes openen. En er ligt nog meer geld. Super chill. En hier geld en een appel. En wat is dat? Ja, die wil ik wel hebben. Maar wat als we nou naar een agent toe lopen en we proberen geld van hem te stelen? Dan zien we gelijk dat dat niet bepaald slim is. Dr. Loco komt eraan. Iedereen, naar de cafetaria. Dr. Loco. Oh ja, dat is die dude die we eerder zagen. Oh nee, daar is die. Goedenavond allemaal. Maar wacht even, werkt Dr. Loco in de gevangenis? Wij proberen van jullie betere mensen te maken. Oh ja, hij werkt hier. Hij hoort dus bij de agenten. Oh, dude. Dat is een grote gast. Oh. Hij is boos omdat hij zijn eten niet kreeg. Wat moeten we doen? We moeten het opnemen tegen de handlangers van Buffy. Kom hier, kom hier. Wegwezen jij, wegwezen jij. We hebben hem. Maar wacht even, ik kan dit ding nu proberen. Wow. Oké, de vlammenwerper die ik heb gekocht is het sowieso waard geweest. Oh, wat gebeurt er? Oké. Hoe groot Buffy ook is, hij is niet elektriciteitsbestendig. Ga jezelf schoonmaken in de douche. Oh. Wat? We hebben natuurlijk zitten stoeien in de cafetaria tussen al het eten. Dus we zitten onder de mosterd, de ketchup, de augurk. Ik zou zo op een broodje kunnen liggen en ik ben een sandwich. Oké, dus hier kunnen we onszelf douchen. Nou, daar gaan we. Tijd om even lekker te douchen. Ah, ik moet zeggen, dit ziet er al stukken beter uit. Zo, volgens mij ben ik klaar. Maar natuurlijk wil ik ook eventjes hier kijken. Wacht, er staat dat ik dit ding kan mappen. Oh, wacht. Misschien heb ik nu al een manier gevonden om te ontsnappen. 3, 2, 1. Oh, doe... Oh. Oh, dat is geen ontsnapping. Oké, wacht. Ik kan deze kant op. Oh man, ben je serieus? Hebben we letterlijk nu een manier gevonden om te ontsnappen? Jullie allemaal, kom hier. Maar goed, het is tijd om de was te doen. Dus we pakken onze vieze kleding. Die gooien we in de wasmachine. En de schone kleding, die moeten we drogen. Ik moet zeggen, dit is eigenlijk best wel leuk. Hij lijkt niet echt op te letten. En volgens mij zie ik hier wat in de kast. Oeh, wat is dat? Sla en nog wat geld. Het is tijd om naar jullie cel te gaan. Oh ja, we zitten in een gevangenis. Ik zou het bijna vergeten. We hebben in de cafetaria gezeten. We hebben lekker gewassen. Maar nu wordt het gevangenisachtig. Ik neem het van hier wel over, zegt deze bewaker. Oh, daar wil je geen grapjes mee uithalen. Kijk uit voor DutchTuber. Volgens mij wil hij ontsnappen. Dat is helemaal niet waar. Misschien een beetje. Oké, dus volgens mij hebben de agenten het nu al door. Dat ik degene ben die al een beetje zo aan het kijken is naar een uitweg. Oké, we moeten een cel uitzoeken. Wat nou als ik er eentje kies op een plek die misschien handig is voorbij een ontsnapping? En dat is natuurlijk zo ver mogelijk van de guard af. Ik ga voor deze cel. Nou, prima. En ik heb trouwens net een appel gevonden, dus daar ben ik wel blij mee. Wie is dat? Oké, luister jullie. Ik heb een plan om te ontsnappen. Dat is Lenny, een andere gevangene die hier al langer zit dan ons. Wat denk je ervan? Willen jullie hier blijven of weggaan? We kunnen Lenny vertrouwen of we kunnen hem niet vertrouwen. Het is een gevangene die we 2 seconden kennen. Natuurlijk vertrouwen we hem. Nee, dat is een geintje. Maar dit is een spel, dus we vertrouwen hem. Oké, iedereen, in jullie cellen, nu. Oké, de cel gaat officieel dicht. Oh nee. Het alarm gaat af, want Lenny probeert te ontsnappen zonder ons. Ik hoor een taser en daar is Dr. Loco. Oké, misschien is het goed dat we niet met Lenny zijn meegegaan. Oké, dus als je probeert te ontsnappen, dat is nu duidelijk, dan moet je met Dr. Loco mee. En wat er dan gebeurt, dat weet niemand. Hé, daar is Lenny. Goedemorgen. Dit is Lenny en hij heeft zijn lesje geleerd. Ik moet luisteren, zegt Lenny. Oh man. Ik zeg in dit spel, ik ga hier niet nog een nacht blijven. Laten we een manier vinden om te ontsnappen. Kijk uit voor de camera's. Oeh, oké, er zijn een hoop camera's. Job, het is een gevangenis. Ja, dat weet ik. Oké, dus we moeten gewoon proberen om hier langs te komen, maar dat ongezien. Oeh, dat ging maar net goed. Oké, wacht. Kijk, dit is een makkelijk stukje, denk ik. Volgens mij kunnen we hierin. Oeh, wacht even, waar zijn we? Dit is het kantoor van letterlijk de directeur van de gevangenis. Oké, kunnen we deze openen? Ja, wat zit daarin? We hebben geld gevonden. Dat zijn allemaal leuke dingen, maar dat zijn eigenlijk niet de dingen waar we echt naar op zoek zijn. Wacht eens even, er is daar een ladder. Oh man, dit is lastig, dit is lastig. Oké, wacht even. Oeh, we kunnen hier doorheen. Oké, we zitten nu in de ventilatie, terwijl ik een appel eet. En waar leidt ons dat naartoe dan? Wacht even. We hebben een sleutel gevonden. Maar waar is die sleutel van? We gaan weer terug de ventilatie in. Ah, dit is inderdaad de sleutel van de wapenkamer. Oké, let's go. No way. We hebben het gedaan. Snel, pak de beste wapens die je ziet. Oké, we hebben een minuutje de tijd. Hier kunnen we een appel kopen. Oh, dude. Alleen die kost 250 Robux. Ja, natuurlijk. Oh, dude. Oké, we hebben sowieso het beste wapen nu. En laten we daar deze bij nemen. Dus we hebben nu de 2 beste wapens. Allebei van goud. Is er nog iets anders wat we nodig hebben? Oh, wat? Er is zelfs een lightsaber. Ik bedoel, check dit. Oké, deze wil ik het liefst gebruiken. En ik heb nog steeds mijn lekkere donuts. Ik denk dat we klaar zijn voor de ontsnapping. Oké, we moeten kijken of we de ingang naar het lab kunnen vinden. Ik weet niet wat daar gaat zijn, maar het brengt ons waarschijnlijk dichter bij de vrijheid. Ik heb een ingang gevonden. Ik dacht dat er een bewaker ging aankomen of zo. Oké, we zijn er. En deze speler zegt, welke gevangenis heeft er nou weer een laboratorium? Oeh, en wat is dit? Maar je hebt wel gelijk, dat is wel een soort van raar, denk ik. We hebben hier de wasmachines. Wacht, een doos. Er zit geld in. Of tenminste, nee, wacht. Wat is dit? Het lijkt wel een plan. Ze willen iets doen met het brein van de gevangenen. Wat is dit? Oh, dit is een herinnering die we hebben gevonden. Mijn apparaat werkt, zegt Dr. Loco. Hiermee kunnen we het brein besturen van elke gevangene. Oh, dit is wat er met Lenny is gebeurd. En Lenny zegt, nee, ik zal niet meer ontsnappen, ik beloof het. Helaas, Lenny. Oh, dus in deze gevangenis proberen ze het brein over te nemen van de gevangenen, zodat de gevangenen gewoon weer altijd luisteren. Wie zit daarachter? Oh man, oké, wacht even. Kunnen we die deur openen? Oh, oeh, het zijn 3 andere gevangenen. Dat is het perfecte moment voor dit. Waarom werkt het niet? Waarom werkt dit niet? Oh my gosh, dit ding werkt niet. Oké, tijd voor zwaarder geschut. Oh, dit werkt trouwens wel. Oeh, dit is zo overpowered. Yes! Maar dat is precies waarvoor we het wouden hebben. Come on! Maar ja, we hebben ook deze nog. Oh, dude. Oké, nice. Maar nu kunnen we misschien een kijkje nemen wat hier is. Die gevangene gedraagde zich raar. Waarschijnlijk omdat Dr. Loco ze bestuurt. Ja, dat denk ik ook. Er is een gat in de muur. Laten we graven. Slim. Want als je graaft, dan wordt het gat groter. Oké, dus wacht even. Zullen we de gouden schep kopen? Ik wil de gouden schep hebben. Het boeit eigenlijk letterlijk niet of die goud is. Maar ik vind het gewoon leuk, oké. Oké, dus we moeten hier snel graven. Oh, dude. We zijn nu officieel begonnen met de ontsnapping. En alles wat we nu moeten doen is ontsnappen. Volgens mij zijn we best wel goed bezig. Oké, weg met die modder. Weg met dat aarde. Zand is hier niet welkom. Maar we weten dus nu wat Dr. Loco zijn plan is. Eeuw, we zitten in het riool. Het ruikt hier vreselijk. Ja. Boeien. Wees blij dat we niet meer in de gevangenis zitten. Oh man. Volgens mij zie ik daar een uitgang. Zou dat kunnen? Wow, we hebben het gehaald. Alleen, ik hoor iemand. We kunnen ons beter verstoppen. Ze moeten hier ergens zijn, zegt Dr. Loco. Oké, ze zijn naar ons op zoek. Dus misschien is het een goed plan dat wij heel snel de ladder pakken. En dat we ons verstoppen achter deze deur hier. Oh, hallo. Jullie kunnen niet verder, zegt Dr. Loco. Moeten we hem verslaan? Oh, we moeten hem verslaan. Oké, ik weet in ieder geval wel wat ik ga gebruiken. Maak je klaar voor problemen. Oké, ik ben klaar. Oh, snap. Wat gaat hij doen? Oh, hij heeft een UFO. Wacht, kan ik hem raken vanaf hier? Oh, dat werkt niet. Oké, waarschijnlijk moeten we wachten tot hij uitgeput is. Oh, wacht eens even. Nee, wacht. Daar staat hij. Oh, dude. Hij heeft raketten. Wacht. We kunnen met de raketten de UFO aanvallen. Oeh, dat is slim. En als we de UFO aanvallen, dan vallen we hem aan. Oké, dus we moeten gewoon de raketten gebruiken om op hem af... Oh, nee. Om op hem af te vuren. Dit is lastiger dan ik dacht. Oké, nice. Oeh, hij is allemaal dingen aan het afvuren. Dude, hij is zo sterk. Hij is immers ook degene die dat apparaat heeft gemaakt waarmee hij gevangenen bestuurt. Dus het was te verwachten dat hij ook in een battle best wel krachtig zou zijn. Oh, wacht. Dit is het moment. We kunnen hem aanvallen. Snel, snel, snel. Yes, nog één keer. Nog één keer. Snappen. Snappen jullie het niet? Wat bedoel je? Ik probeer te helpen. Ja, dat zal wel. Met 2 UFO's die raketten afvuren, zeker. Geloof je het zelf? Dit voelt echt als dat laatste moment waarop er toch nog iets fout kan gaan. Nee, nee, nee. En woep. Ben je serieus? Ik kan het niet geloven. We hebben het gehaald. En we gaan er vandoor. Oké, ik moet zeggen, dat was best wel gaaf. Het is tijd voor Colorblock. Of eigenlijk, Colorbal. We zitten in een soort van ballenbak die in de lucht zweeft en wij moeten niet naar beneden vallen. En laat me je dit zeggen, dat is een stukje makkelijker gezegd dan gedaan. In het begin heb je nog redelijk wat tijd om de juiste kleur te vinden. Maar naarmate er meer spelers afgaan, krijg je ook steeds minder de tijd. Alleen blijft mijn tactiek hetzelfde. Wauw, bijna iedereen staat op dezelfde plek. En dat is proberen zo hoog mogelijk te blijven. Hoe hoger je blijft, hoe meer ruimte je onder je nog over hebt. Oké, daar gaan we. Magneta. Dit is geen Magneta. Dit is Magneta. Oh, dude, dit is spannend. Soms is het natuurlijk niet mogelijk om hoog te blijven staan, omdat er een moment komt dat je misschien daar de juiste kleur niet kunt vinden. Maar dat moment is nog niet aangebroken. Sterker nog, we staan gewoon weer goed. Oeh, er zijn weinig spelers over. Oké, daar gaan we. We moeten roze hebben. Die kunnen we mooi hier op het hoogste punt vinden. En bijna iedereen viel naar beneden. Volgens mij zag ik nog maar 1 iemand die over was. Dat is het punt. Als je een beetje pech hebt en je staat gewoon echt niet in de buurt van de juiste kleur, dan kan het maar zo zijn dat je ineens helemaal afgaat. Oh. En nu ik dit zeg, gebeurde het mij bijna, maar nog niet helemaal. Dus we hebben gewonnen. Maar Jenna is een valsspeler. Zij zou dus eigenlijk bij elke deur gelijk moeten weten welke juist is. Kom op Jenna, je kan dit. Jij kan alles. Ook afgaan. Ik kan mezelf weer terugbrengen waar ik net was. Oké, dus we weten dat het rechts is. Oké, we hebben hier iemand die we kunnen volgen. Moe-ha-ha. Je gaat naar rechts. Oh, dat is fout. Nee, dat is goed om te weten. Dan ga ik naar links. Oké, dus nu is het weer helemaal aan ons. Volgens mij... Wacht, ik ben Jenna. Ik ga niet raden. Ik speel gewoon vals. Kablam. Ja, ik wist al dat het deze was, want ik zag er toevallig al iemand doorheen lopen. Oké, volgens mij is het links. Ja. Heb jij de video afgekeken? Dan ben je cool.